Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een wolkenband boven Nederland. En dat betekent dat we de zon maar met moeite zullen zien. En uit die wolken valt van tijd tot tijd ook wat lichte neerslag. Veel neerslag valt er niet. En als er wat valt, is dat in het noordwesten. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog. Geleidelijk aan breekt de zon ook wel af en toe wel door. En dat betekent dat vanmiddag de temperaturen toch nog weer flink kunnen oplopen. 22 graden in het noorden, 25, misschien wel 26 in het midden en zuiden van het land. Er staat een matige wind uit het noordoosten vandaag ook vanavond hier en daar wat opklaringen, maar zeker ook nog wel wolkenvelden. Het blijft vrij lang warm en komende nacht koelt het dan langzaam maar zeker af en hebben we minimumtemperaturen zo van 15 tot 18 graden. Morgen dan een warme dag in het zuiden, misschien wel weer tropisch met 30 graden. Eerst is het droog met zon, in de middag bent de bewolking toe en tegen de avond van het zuiden uit de eerste onweersbuien. Ook vrijdag vallen er nog enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur doet waarschijnlijk al een stapje terug en zo niet vrijdag dan wel zaterdag en zondag. Dan is het 20. Tot 22 graden. Licht wisselvallig, met vooral zaterdag nog een enkele bui. Zondag is het op de meeste plaatsen droog. En we zien ook zeker de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.